Ik ben Jolijn, huidtherapeut en een opleiding tot dokter. En dit is weer een opgemaakt video. Ik heb best wel wat producten opgemaakt de afgelopen 3 maanden. Van maart tot en met juli bijna. Dus laten we gauw beginnen. Ik gebruik best wel wat haarproducten, maar ik laat er eigenlijk nooit zoveel over zien. Maar ik heb ze bewaard dit keer. Een tijdje geleden heb ik er een aantal gekocht van de Kruidvat. Lekker grote verpakkingen, ze zijn super betaalbaar. Dit is de coconut shampoo voor alle haartypen. Crème spoeling, shampoo, prima. Ik moet zeggen dat ik wel een stuk meer crème spoeling gebruik dan shampoo. Dus daar heb ik er nog eentje van opgemaakt, dat is deze. Deze komt van Curaçao. Vitamins, oils, prima product, ruikt heel lekker, ook opgemaakt. Dan heb ik nog een conditioner en dat is deze, de Indola Color Blaster. Deze is niet echt paars, maar gewoon knalblauw. Ja, ik vind dit dus helemaal super. Ik gebruik hem eens per 2 à 4 wasbeurten ongeveer, als ik ook wat tijd heb. Want ik vind het fijn als hij dan lang in mijn haar kan blijven zitten. Dus dan doe ik shampoo, doe ik crème spoeling in. Vaak meng ik deze met een normale crème spoeling, breng ik helemaal in mijn haar. En dan doe ik een clip in of een elastiekje. En dan ga ik mijn benen scheren of een maskertje doen of iets waardoor die lekker lang in mijn haar kan zitten. Zodat het niet zo gelig is, maar meer dat assige blond, want dat vind ik mooi. Dan heb ik ook opgemaakt deze van Batiste, een droog shampoo. Ik heb er heel veel geprobeerd en ik vind dit eigenlijk gewoon een hele lekkere. Hij ruikt lekker. Ik gebruik hem vaak dan voor het slapen als ik denk van, nou, morgen wel wassen, niet wassen. Maar ja, als ik dat in de ochtend beslis, dan heb ik geen tijd meer. Dus dan gebruik ik deze en dan is het net wat minder vet, vooral natuurlijk bovenop. Dan heb ik 2 deo'tjes die ik niet heb opgemaakt, maar ga weggooien. Dat zijn deze van Nude. Ik had hun zelf benaderd om dat eens te proberen. Ik kon er niet aan wennen. Ik kreeg een heel raar soort gek ruikende oksels. Ja, in het ene shirtje wel, het andere shirtje niet. Ik voelde me daar niet prettig bij. Ik heb het denk ik 2 weken geprobeerd, maar ik kwam de periode niet door. Ik heb het 2 keer opgestart. Sorry Nude. Ik kan me zo voorstellen dat dit beter is voor de wereld. Maar ik word er niet gelukkig van. Dus helaas gaat die weg. Wat ik ook heb geprobeerd is deze van Lovely. Een mini deo. Ik vind het super schattig dat ze deze mini deo's hebben. Hij is op basis van kokosolie. Dus het is eigenlijk, ik heb deze ook niet opgemaakt, een ja, kokosolie stikje. Met dan geurstoffen erin. Deze ruikt naar appelblossom. Is het idee. Ik ruik het eigenlijk al niet meer. Ook deze, ik vond het niet fijn. Het is heel dik. Het plakte echt onder mijn oksels. En ik kreeg best wel bultjes. Kokosolie kan heel verstoppend zijn. En overal op je lijf, behalve op je handpalmen en je voetzolen, heb je talglieren. Dus ik heb het idee dat deze ook mijn oksels verstopte. Sowieso, Lovely, dat hele, al het natuurlijke waar ze voor willen staan. Ik ben er eigenlijk geen fan van, maar ik dacht ja. Out of the box. Ik ga dit een keer proberen. But no, it's not for me. En nu gooi ik het weg. En dat is natuurlijk zonde. Maar ja. Dat. Ik heb nog zo'n product dat ik ga weggooien. En dat wilde ik al eerder doen. Maar dat is deze. De Universe Skin. Universe Skin is dit. Next Ultra Z SPF 50. Dit is echt een hele dikke zonnebrandcreme. Die zonnebrandcreme. Die dus echt super dik en wit is. Ik heb hier ook voor de gein een reel meegemaakt. En dan heb ik een heel wit gezicht. Maar er staat ook niet op deze zonnebrandcreme dat het zonder een white cast is. Want dit is white cast alert. Maar ik vond dit niet fijn. Ook met het sporten, als ik dan een beetje ging zweten, kreeg ik echt van die witte zweetdruppels. Weg ermee. Ik heb er nog een product van opgemaakt. Best wel laat dus. Dat is deze. Next Ultra P, de Légère crème. Fijne, dunne crème. En dit was een van de eerste crèmes waardoor ik dacht, siliconen. Niet vanwege hormoonverstorende dingen of zo, maar siliconen vanwege het verstoppen van de huid. En oliën, misschien kan ik daar soms wel tegen. En het gaat dus ook veel meer om formulering, want hier zitten siliconen in. Maar mijn huid was echt blij toen ik deze gebruikte.
de reiniger, nog een andere reiniger van wel een ander merk en een prachtig serum. Toen was mijn huid very happy. Deze heb ik op een gegeven moment weggelegd. Ik ging andere producten testen. Hij is nog een paar keer een weekendje mee geweest als ik ergens naartoe ging. En nu is hij op. Maar wel een aanrader. Ik heb een reiniger opgemaakt en ik moet zeggen dat ik best wel wat reinigers gebruikt heb de afgelopen half jaar eigenlijk. Alleen steeds niet heb opgemaakt. Deze wel, mijn favoriet, de Lyra Bio Enzyme Cleanser. Een hele fijne milde gel cleanser met enzymen. Ik heb hier een hele blog over geschreven. Dus als je interesse hebt in dit product, kijk er even naar. Ik verkoop Lyra ook. Niet de volledige lijn die bestaat. Het komt oorspronkelijk vanuit Amerika. Oké, dit is alles wat ik erover ga vertellen. Love this one. Oké. Nog een product van Lyra waar ik van hou. Deze, het Lyra Pro Light Serum. Hier zit mijn favoriete antipigment ingrediënt in. Hexyl Resorcinol. Love it. Love dit serum. Ja, oké. I'll shut up about it. Maar love it. Ik heb een setje voor mezelf gekocht bij de Douglas van dit merk 123. 123 is het, niet 123. Een cleanser, de foaming cleanser, hyaluronic power serum en er zat een dagcreme bij in zo'n setje. Daar heb ik ook een keer een reel van gemaakt op Instagram. Prima producten, mijn huid reageerde niet op, werd er semi blij van. Het was leuk om het een keer te testen. Ik vond er verder niet zoveel bijzonder aan, maar ik vind ook dat skincare dat niet per se hoeft te zijn. En met een goede reiniger, goede crème, lekker hyaluronsuur serum en natuurlijk een SPF heb je eigenlijk al een routine. Dus meer zou je niet nodig hebben. Ja, prima productjes. Leuk in het setje van de Douglas. Ik denk ook geschikt voor acnegevoelige huid. Ik heb er zelf geen pukkels van opgemerkt. Maar dat is heel persoonlijk. Dus ja, probeer dingen gewoon uit voor jezelf en creëer daar je eigen mening over, zou ik zeggen. Wat is dan bijvoorbeeld een goede zonnebrandcreme voor een vette huid? Ik heb super veel zonnebrandcremes openstaan. Het is een klein beetje schandalig, want het zijn er echt 10 of 12, denk ik. Ik kan ze zo nog even tellen en het dan in het scherm laten weten. Maar ik heb er eentje opgemaakt, want die vond ik super fijn. Vet vaak gebruikt. En dat is deze. De Eucerin Oil Control. Love it. En ik heb wel veel cliënten ook op deze zitten. Ik werk ook nog in een huidkliniek waar ik cliënten heb. Ik geef ook online huidadvies. Dus op die manier ken ik best wel wat mensen die deze gebruiken. En altijd als ik een poll zet op mijn Instagram. Wat is jouw favoriete zonnebrandcreme? Dan staat deze, sinds die bestaat, er wel een keer tussen. Heel, heel fijn. Hij maakt mijn huid niet super mat of zo. Een beetje wel. Er zijn zonnebrandcremes die mijn huid veel glowier maken. Dus ja. Dit kan ik gewoon wel dragen de hele dag. Like it, definitely. Een ander product wat ik heel graag gebruik, maar wat nu helemaal op de pop is. Lyco Gel. Hier zit een factor 30 in. Alleen als ik hier van de factor 30 op mijn gezicht wil, dan moet ik heel veel aanbrengen. Dus ik doe hier altijd nog een zonnebrandcreme onder. Lyco Gel is een medische camouflage, dus het is niet echt een foundation. Maar het is eigenlijk een foundation. Het is een vrij dikke structuur. Ik heb misschien op YouTube nog niet. Maar op mijn Instagram heb ik ook wel video's waarin ik de Lyco Gel laat zien. Ik heb de kleur Pearl. In de zomer. Ook al smeer ik goed, neig ik toch iets meer naar de kleur beige. Nog een zonnebrandcreme. Deze spray. Ook vorig jaar heb ik die super vaak laten zien. Olievrije spray. Met sprayen houdt dat even je adem in. Spray hem toch even goed liever niet buiten op. Want dan waait het weg. Dus hoe gebruik ik een spray? Je hebt je routine, reiniger, eventueel een serum, een crème, zonnebrandcreme. Ja, en dan eventueel make-up. Als je buiten bent en de zonsterkte is 2 of hoger, is het advies om te smeren. En op de heetste momenten van de dag en boven zonkracht 6 of zo, is het advies ook om schaduw op te zoeken, eventueel bedekkende kleding, een hoedje, dat soort dingen. Zonnebrandcreme maakt je niet immuun voor zonlicht. Oké. Deze kun je dus gebruiken voor een touch-up during the day. Ga je naar het strand, ben je veel buiten, ga je buiten iets doen, smeer dan gewoon een crème bij. Je gaat heel veel in de zon zijn, smeren is beter. Dit is ideaal voor over make-up. Je doet je ogen dicht, je houdt je adem in. Spray, spray, spray. Ik doe het altijd 2 keer. En dan kun je het nadeppen, maar ze zeggen dat het niet hoeft. En dan ben je dus weer beter beschermd voor de dag. Als je het nu niet fijn vindt om het in je mond te krijgen,
doe je even je lip op elkaar. Gebruik dan wel een apart lipproduct. En dat is sowieso een aanrader. Want je doet veel vaker even langs je lippen. Of even zo. Je hebt iets gegeten of iets gedronken. En dan verdwijnt het daar toch weer. Dus gebruik dan een extra lipproduct. Want huidkanker op de lippen is een ding. En niet fijn. Dus dat zou ik je willen aanraden. Verder dus deze spray. Ja, love it or hate it. Iets is beter dan niets. Dus heb je make-up op, weerhoud dat je van bijsmeren, bijsprayen. Oké. Dit is de cleansing gel. Dus ik heb wel nog een reiniger opgemaakt. Yay. Refresh cleansing gel. Er zit allantoïne in. Hij is verzachtend. Hij maakt mijn huid goed schoon. Ik vond dit een hele fijne reiniger. Ik heb toen de hele lijn van de Rebiome gekregen. Die heb ik ook gereviewd. Dus daar is een hele video over. Hele fijne reiniger. Dus heb ik ook lekker opgemaakt. Dan dus een product wat ik als bodyproduct heb gebruikt, maar wat het niet is. En dat is deze. De Medytopics Retinol Crème. 1% retinoïde. Dus er zit een 0,5% retinol in. En verder zit er retinylpalmitaat in, maar dat is niet zo heel krachtig. Prima voor het gezicht. Sommige acnegevoelige huiden zullen het niet fijn vinden. Ik verkoop de producten van Medytopics ook. Dus ik heb van elk product een blog geschreven. En ik heb een video waarin ik alle producten uitleg en laat zien. Ik gebruik nu een ander retinol serum voor mijn gezicht. Ik had hem staan. What am I gonna do? Toen heb ik in mijn vorige opgemaakt video een body lotion laten zien met 0,1% retinol van Paula's Choice. En toen had ik deze. Toen dacht ik, ja, waarom ga ik hem niet gewoon op mijn lichaam gebruiken? Dus dat doe ik. Dat is dus ook een tip voor producten die je niet fijn vindt voor je gezicht. Gebruik ze voor je lichaam. Zeker mijn lichaam mag best wel vaak iets meer aandacht krijgen van mij. Het is toch vooral het gezicht. Inmiddels neem ik mijn hals en decolleté ook wel met veel dingen mee. Let ik ook goed op mijn handen. Nu de rest van het lichaam nog. Alright, dat waren al mijn opgemaakte producten van dit kwartaal. Ik hoop dat je dit een leuke video vond. Heb je nu vragen over sommige van de producten? Zet ze in de comments. Geef deze video een likeje. En heel erg leuk als je natuurlijk abonneert op mijn kanaal. Hopelijk zie ik je dan weer bij de volgende.